Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We gaan zo naar een verlaten huis. Waar waarschijnlijk nog allemaal spulletjes in staan. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Het is hier dus aan de overkant. Het ziet er vrij toegankelijk uit, dus zullen we gewoon gelijk gaan? Ja. De Bert is al aan ons getoeterd, hè? Die auto's die rijden hier gewoon volop voorbij. Best wel in het open dus. Ik zie al een makkelijke ingang. Nou, er zit lekker een groot gat in, ben heel benieuwd. Het is een oude boerderij. Je ziet het, er zijn super veel spullen binnen. Ja, de kijkers zien het nu nog niet. Ah, het is wel spooky hoor dit. Ja? Ja. Is dit wel het goede gebouw? Ik twijfel wel een beetje, ik denk het wel. Nou, we lopen er even omheen. We weten niet zeker of dit nou is, anders staan we zomaar in iemands schuur. Dat willen we natuurlijk niet. Ja, gaan we dus doorheen of gaan we gewoon er doorheen hier zo? Ziet het er wel. Holy shit, Def. Zie je dit goed? Oh joh. Die woonkamer ziet er zo naar uit. Daar brandt licht, daar brandt licht. Nee, dat kan niet. Nee, wat is dit? Ik krijg echt kriebels in mijn buik hier. Elk spulletje, elke stoel, alles staat hier. Ja. En als ik daarheen kijk, dat is de woonkamer. Nee. Wacht bro. Dat licht staat er aan. Er brandt daar licht voor. Hier een fiets. Alles. Fotootjes staan er nog. We gaan nergens aan zitten. Dat is iets wat je niet kan doen met Urbex. Gewoon nergens aankomen. Het is super, super indrukwekkend om te zien. Want het lijkt gewoon alsof hier elk moment nog iemand binnen kan komen. Dit is echt creepy, bro. Dat is echt niet normaal. Ziet er toch wel echt verlaten uit. Ik ben nu iets minder bang dat iemand ineens naar binnen gaat komen. Toch geeft het alsnog wel zo'n vibe. En ook als je achter kijkt, bro, is dat bijna aan het spinnenweb. Weet je wat ik? Dus ook denk dat misschien het tof zou zijn om heel het gebouw te verkennen. Ook omhoog te gaan. Ja. Er zit ook een trap in. Hè? Echt super tof dit. Heel vet. Wow, kijk wat ik vind. Jongens, we lopen hier dus door het gebouw, of door dit huis. We willen naar boven gaan. En ineens zie ik dit. Check het. Een fucking Seeker sticker. Luke. Groetjes, Luke, YouTube. Thanks man, echt shout echt een baas. Sowieso. Wij gaan ons weg weer vervolgen naar boven. Ja. Shh. Wat is dat voor een ruimte? Wat was dat? Kom maar, wat was dit? Er werd net iets omgeroepen of zo, een harde stem. Maar wij stonden op zolder, dus we konden niet horen of dat nou naar ons gericht was. Zou zomaar politie kunnen zijn met een megafoon? Super eng. Zo leek het. Maar het was gewoon ergens verderop, denk ik. Hoop ik. Ja, dat was dus even schrikken. Maar ik stel voor om nog even naar boven te gaan. Even de laatste shots te maken, nog wat foto's. Ik hoor het nog steeds. Ik ook.
Ik ook, maar ik denk dat we het even overheen moeten zetten, man. Oké, let's go. Ik denk dat we wel safe zijn. Uit welk jaar komt die agenda? 1977. Je hebt gewoon het gevoel alsof er elk moment iemand naar binnen kan lopen. Ja. Alsof er gewoon iemand hier creepy, woont. Hè? Dus het is gewoon echt heel eng. Echt creepy. Het is echt creepy. Hoi. Nee, ik heb niet meer wacht dat iemand hier zit. Wij ook niet. En zo komen we dus gewoon andere mensen tegen, ook hier. Ik was net een shot aan het maken van Devi. We hebben het wel aardig gezien nu, denk ik, man. Ja, denk ik. Ontzettend gaaf. Oh, het stopt daar gewoon. Tim die is naar het toilet gegaan. Dit is een oude wc. Nou, in het buitenland heb je ook nog zulke toiletten. Het is gewoon een gat in de grond. Zullen sommigen van jullie, als je langs de weg in Frankrijk of zo naar de wc moet, heb je ook nog zo'n gat. Dat zullen sommigen van jullie misschien herkennen. Er hangt ook nog een spin in. Nice. Heeft iemand ook gepoept ooit? Eeuw. En wat is dat dan? Daarnaast? Dat is de playbril. Oh, oké. Okay. Ah, zo ziet dus een oud toilet eruit. Moet je nog, Tim? Nee, liever niet. Het weer is hier ook echt super chill, het is lekker warm, eigenlijk is mijn trui al overbodig. We zijn niet in Nederland ook, we gaan de locatie niet vrijgeven, ja, uit bescherming voor de community van de Urbexers. Maar jullie kunnen zo genieten van de video en zien hoe dit eruit ziet, dus het is helemaal precies. Top, toch? We gooien er een muntje in, schijnt geluk te geven. Wat zou ik doen? Geluk voor ons alle drie, voor Seekers. Voor mij en Danielle, voor Devin en zijn toekomstige vriendin. Wat is dat, man? Oké, nice. Gewoon erin. Het was een super vette locatie dit. Echt heel tof om te zeker. Zien. Zeker. En de spullen stonden gewoon nog in het huis. Ja. Heel erg vet. Als je dit nou ook vet vond, laat even een like achter. Een leuke reactie en abonneer zeker op ons als je dat nog niet gedaan hebt. Volg ons nog wel even op Instagram, ook de Instagram van Seekers. Precies. En dan zien jullie de volgende keer weer. Later. Nou, dit was echt een super. Hou je bek! Nee, gaat niet meer lukken. Wat een super vette locatie was dit. Heel bizar om te zien. Ja, en de spullen stonden gewoon nog in het huis. Hou je bek! Dus echt heel erg. Laat het gewoon, als we gewoon doorgaan praten, misschien had je het niet gehoord. Nee, je hoort het wel. Ja. Zo, nou, dat was het avontuur dan, denk ik. Nou. Oké, kijk eens mijn kant op. Nou, heel het huis hebben we wel gezien, hè? Ja.
gaan even kijken.